We zijn met deze problematiek natuurlijk al heel lang bezig. Ik ben er al 2 jaar al op aan het studeren om te kijken naar rationele oplossingen. Oplossingen die voor iedereen werkbaar zal zijn. Ik heb samen met alle andere actoren, stakeholders ook gezeten. En ik heb alle meningen op een rij gezet. En uiteindelijk zijn we gekomen tot één duidelijk standpunt. En dat is dat wij de mensen van de waterkant richting het AK-stadion gaan dirigeren. Ook weer in samenspraak met de mensen die de mensen ook van voedsel voorzien. Dus de distributeurs die met hun humanitaire daad deze mensen voorzien van eten, drinken, kleding en wat dient zij nog meer. En dat is prima. Laten ze dat vooral ook blijven doen. Ik ben er heel gelukkig om. Maar laten we het centraliseren. En ik heb toestemming van de SVB, schriftelijke toestemming overigens ook, om het stadion voorlopig te gebruiken. Het stadion staat er zomaar bij. Het wordt niet gebruikt. Het is een vrij grote, zal maar zeggen, omgeving, nietwaar? En als we die stadion voorlopig kunnen gaan gebruiken om de mensen daaronder te brengen, dat ze voorzien worden van eten, drinken en allerlei andere zaken, dan kunnen we verder studeren om te kijken hoe we kunnen gaan richting die tweede fase. En de tweede fase is zorgen dat die dagopvangplaatsen weer gerehabiliteerd worden. We hebben eentje op Latour. Ik kijk naastig uit naar andere locaties in andere resorten, zodat we uiteindelijk kunnen gaan differentiëren van, luister, dit zijn mensen met sociale problemen, die gaan naar, laat maar zeggen, locatie A. Dit zijn mensen met psychische problemen, die gaan bijvoorbeeld naar PCS. Dit zijn mensen met verslavingsproblemen, die mensen gaan naar ergens anders. En zo kunnen we het kaf van de koren scheiden. Nu hebben we alles op één hoop daar aan de waterkant. En er zitten mensen met verschillende problemen daar. En we moeten die problemen gaan ordenen. We moeten ze gaan analyseren. En middels die dagopvangsten kunnen we dan kijken naar de derde fase, zoals ik heb aangegeven. En dat is eigenlijk de fase waar we gaan richting resocialiseren. De mensen moeten opnieuw basic life skills aanleren. Ze moeten de normen en de waarden van de samenleving ook kennen. En we moeten de mensen ook skills aanleren, zodat ze straks ook weer een goede metselaar kunnen zijn, een goede tuinman, enzovoort, enzovoort. We hebben die groepen mensen ook nodig om die nationale ontwikkeling ook te blijven ondersteunen, want alle handen zijn nodig om die ontwikkeling die op ons afkomt, om die dus aan te pakken. Dus ik wil dit niet zo laten en op kort termijn, dat kan ik u alvast vooruit zeggen, dat is waarschijnlijk komende week al, ga ik weer met alle mensen zitten. We gaan ons ook oriënteren in het AK-stadion en dan ga ik ook kijken wat nodig is om in place te brengen, zodat we de mensen zo goed als mogelijk kunnen opvangen. Er is ook vanuit de ID aangegeven dat ze bereid zijn ons financieel te ondersteunen om dit project vooral te doen slagen. En ik ben ook bezig met het directoraat cultuur en met PURP, omdat PURP het heel belangrijk vindt dat de waterkant in ieder geval vrij wordt gemaakt, zodat zij in het jaar 2023 in ieder geval de waterkant kunnen gaan rehabiliteren, want daarmee heeft dit alles te maken. Er was één voorwaarde gesteld door de IDB en PURP van, luister DC, wij kunnen pas hier een mooie waterkant voor iedereen maken, maar er zijn nog wat obstakels. En eerst moeten we die obstakels, die belemmeringen wegnemen. En daarmee ben ik dus nu bezig om eigenlijk ervoor te zorgdragen dat de waterkant aangepakt kan worden.